De Maori en de staat. En die stellen beide een wachter aan die handelt louter en alleen in het belang van de rivier. Dus de rivier heeft een stem gekregen. De rivier kan zichzelf nu vertegenwoordigen in rechtszaken. Het heeft rechtspersoonlijkheid gekregen en is wat dat betreft een gelijke aan jou, aan Erlijn, aan mij. Het maakt niet uit. Leuk dat je kijkt naar Visie Talks en het is de derde van dit seizoen. En we zijn ontzettend blij dat de volgende gasten bij mij zijn, bij ons zijn moet ik zeggen. Erlijn C. en Harry Hummels. En ze zijn beide auteurs van het boek Bloed, Zweet, Maar Samen. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar allereerst even een hele korte introductie. Ik ga beginnen bij Erlijn. Erlijn, kun je in het algemeen vertellen zeg maar, wat je doet in het dagelijks leven en wat de relatie is met het boek? Nou, in het dagelijks leven, leuk dat ik uitgenodigd ben. Dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. In het dagelijks leven ben ik bij Ashoka. Dat is 's werelds grootste internationale netwerk van sociaal ondernemers. En dat is ook de relatie met het boek. Want we spreken daar over de samenwerking tussen grote bedrijven en sociaal ondernemers. Ja, dankjewel. Harry? Ja. Dankjewel Martijn, ook heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik vind het erg leuk om hier eindelijk een keer in levende lijven te zijn, want ik ken jullie goed. Ik ben, nou ja, zou je kunnen zeggen, een ondernemende filosoof of een filosofische ondernemer. Eigenlijk een beetje van beide wat. Ik werk voor de Universiteit Maastricht. Ik ben nog steeds verbonden aan de Universiteit Utrecht, maar op mijn weg naar buiten daar. En dat doe ik met ontzettend veel plezier, moet ik zeggen. Probeer inderdaad maatschappelijke thema's te verbinden met zowel de praktische uitvoering als de reflectie daarop. Dankjewel. Gaan we het ook zo over hebben, want Visie staat centraal in een case study. Die is gedaan onder andere door jou en de Goldsmeding Foundation. Maar allereerst, het thema van deze Visie Talks is zeg maar naaste liefde en ondernemerschap. En dat is mijn allereerste vraag, als je aan ondernemers denkt, dan denk ik niet meteen aan naaste liefde. Dus dat moeten we misschien toch eens even uitleggen. Hoe zit dat? Wie van jullie wil beginnen? Nou, ik wil wel een aftrapje doen. Het thema wat we eigenlijk hebben vastgesteld, dat wordt in het Grieks aangeduid als agape. En dat is een woord, dat wordt letterlijk vertaald als liefde. Maar als ik bij het grote bedrijfsleven aankom met de term liefde, dan ben je snel klaar. Dan krijg je een keurig kopje koffie en dan sta je heel snel weer buiten. En toch, als je naar ook grote ondernemingen kijkt, ik heb zelf bij ING, bij SNS Reaal gewerkt en ook voor Amerikaanse bedrijven gewerkt, voor de VN gewerkt, dan zie je dat er in die organisaties heel veel aandacht is voor elkaar. De grote vraag is, hoe is dat georganiseerd? Hoe is die toewijding aan mensen nou daadwerkelijk ook in de cultuur, in de structuur van de organisatie, in de besluitvormingsprocessen geïnternaliseerd en geoperationaliseerd? Als je dat op een goede manier doet, Martijn, dan zie je dat er toch verdomd veel liefde in organisaties zit. En je hebt dat ook bestudeerd, zullen we maar zeggen, hè? Van hoe zit dat precies? Want als bedrijf wil je voort blijven bestaan, je wil winst maken, je hebt misschien hopelijk ook nog andere doelstellingen, hè? Maatschappelijke doelstellingen. Maar hoe verhoudt dat zich tot die agape, die naaste liefde? Nou, eigenlijk is het vrij simpel wat een onderneming doet. En ik heb daar een paar hele mooie voorbeelden van. Jullie zijn er zelf heen. Maar ik wil ook graag verwijzen naar Auping, naar Van Weijen Verf, naar Royal Lemkes, een plantenhandel wereldwijd, met name een focus op Europa. En die hebben hun processen zo georganiseerd dat ze binnen het brede kader van zorg voor de natuur, voor de mensen in de organisatie, hun bedrijfsdoelstellingen realiseren. Dus zij zeggen eerst, wij zijn een onderneming die bestaat uit en voor mensen, om vervolgens de stap te maken. En wat gaan we dan met die mensen doen? Ik zag hier bij jullie op kantoor ergens op de ruiten staan de spreuk Good to Great. Dat is de titel van een boek van Jim Collins. In dat boek zegt Jim met zoveel woorden van, waar het om gaat in het bedrijfsleven is eigenlijk, je zorgt ervoor dat je de goede mensen op de bus hebt
En de verkeerde overigens van de bus, laten we dat ook even helder over zijn. En als je die hebt, dan ga je met elkaar de koers bepalen. En dan ga je vervolgens gezamenlijk die reis aan. Ja, en dat is heel anders dan van bovenaf bepalen en dan druppelt alles langzaam door en dan hoop je maar dat iedereen het begrijpt. Zeg ik dat goed? Dat zeg je heel goed. En ik heb daar juist heel veel voorbeelden van verzameld om te laten zien, ook aan het bedrijfsleven, dat dat nog niet helemaal vat, dat er mogelijkheden zijn om daar daadwerkelijk invulling aan te geven. Ja. En hoe kom jij dat tegen, zeg maar, met Ashoka, dat netwerken wat je net beschreef, ja, van sociale ondernemers? Nou, er zijn misschien twee leuke elementen daaruit te lichten. Eén element vind ik heel leuk, omdat wij dat in onze gesprekken, hè, tijdens het schrijven van het boek vaak ook over hebben gehad. Ashoka hanteert de term sociale ondernemer, hè, als versus de ondernemer waar jij net naar noemde. En de sociale ondernemer, die in het Ashoka-netwerk, maar we kennen ze onder allerlei verschillende namen, hè, impact ondernemingen, dus. Maar wat maakt het nou een sociale ondernemer? Ook al werkt een sociale onderneming zoals Fairphone eigenlijk met name op een duurzamere wereld of een meer circulaire wereld. Het element sociaal zit hem eigenlijk heel erg in dat die onderneming is opgestart vanuit een visie dat je samen met elkaar naar een betere wereld toe wil werken. En in al die sociale ondernemingen en de sociale ondernemer voorop handelt vanuit het ontzettende grote bewustzijn waar de ander behoefte in heeft. En als je handelt vanuit waar de ander behoefte aan heeft en zodoende dus eigenlijk zowel in je onderneming als buiten je onderneming mensen aan jouw missie wil kan committeren, zo ontstaat het begrip sociale onderneming. En dat maakt het inderdaad intrinsiek anders dan de manier waarop we vandaag de dag de meeste bedrijven georganiseerd zien. Dus ja, de premisse is vanuit de ander denken en handelen. Mag ik daar één ding op aanvullen? Uiteraard. Want daar zijn we het met elkaar volledig over eens. Deze ondernemingen die beginnen met te luisteren. Te luisteren naar de medewerker, de klant, de buren. Want je leeft altijd in een lokale of regionale omgeving. Ook naar je financiers. Laten we daar ook heel helder over zijn. Want zonder winst en zonder financiering geen enkele onderneming. Maar zij, en de samenleving in brede zin. Maar zij beginnen met luisteren. Ze beginnen niet te zenden, maar beginnen eerst te ontvangen. Van wat zegt de ander en hoe kunnen we met elkaar daar goed lering uit. Als we dan naar die case study kijken van Visie, hè? Want dat is onderdeel van die grote case study van die bedrijven onder andere die je net noemde. Wat viel jou op aan Visie, zeg maar? Nou, wat Visie zo ongelooflijk sterk maakte is dat jullie geloven in de unieke waarde van mensen. Jullie zien iedere medewerker als uniek, als iemand die iets bij kan dragen, die haar of zijn eigen rol in de onderneming kan definiëren. Natuurlijk wel binnen een bepaald speelveld, want er zijn wel degelijk ook taken te verrichten. Je bent adviseur of je werkt bij customer service. Of er zijn een aantal taakvelden, dat is allemaal heel helder en duidelijk. Maar het gaat erom dat jullie de mensen als een authentiek persoon zien die in staat is om een bijdrage te leveren aan haar of zijn eigen ontwikkeling, maar dat altijd binnen een kader van die onderneming te plaatsen. Ja. En in hoeverre zag je dat bij die andere ondernemingen ook die je hebt bestudeerd? Of zijn er verschillen? Ja, er zijn hele duidelijke verschillen. Okay. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Allereerst, de intentie is bij alle ondernemingen vrijwel hetzelfde. Maar dan komt het aan op de operationalisering, op de implementatie. En daar hebben jullie een hele voorname stap gemaakt in het holocratisch proces. Moeten we even uitleggen, dat die zelfsturing, ja, is dat, zeg maar? Van dat is een vorm van zelforganisatie waarbij de medewerker uiteindelijk werkt in een teamverband, een kring of een cirkel. En vervolgens in die cirkel gezamenlijk werkt aan een gemeenschappelijk resultaat. Wat er nodig is, dat wordt mede door de medewerkers zelf bepaald. Die ervaren een zekere spanning soms. Dat wordt ingebracht, er wordt geluisterd naar de ander, gekeken hoe je gezamenlijk tot oplossingen kunt komen. En dat op een hele efficiënte en effectieve manier. Maar altijd uitgaande van, je bent een individu, je bent een mens als onderdeel van een breder team. En
jij kunt een bijdrage leveren. En daar zit ontzettend veel vertrouwen in die organisatie. En hoe je het bent of keert... Ja, dat holocratie was dus ook anders dan bij die andere bedrijven? Of dat was duidelijk. Oké. Ja. Ik moet je wel in alle eerlijkheid zeggen, bij andere bedrijven zie je daar wel elementen van. Mm-hmm. Maar de wijze waarop jullie dat toch op een hele systematische manier opgepakt en uitgevoerd hebben, dan zeg ik chapeau. Omdat dat uiteindelijk ook een omgeving creëert, en daar hebben we het natuurlijk over, om die toewijding die je hebt voor het welzijn en de bloei van anderen, om die ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Dat zijn geen loze woorden, dat is de ander daadwerkelijk in staat stellen om. En dat doe je door opleidingen, alle opleidingen. Want jullie financieren niet alleen maar directe taakgerelateerde opleiding, maar ook als iemand eens een keer zich wil verbreden of verdiepen, dan wordt daar ook een mogelijkheid toe geboden. Dus het gaat om de ontwikkeling van de hele mens. Ja, ben ik natuurlijk heel benieuwd, Erlijn. In jouw netwerk, hè, zie jij dit soort elementen ook terugkomen? Dus zelfsturing van onderop? Ja, dat vind ik. Ik wou eigenlijk net al aanhaken. zo komt er zomaar een boek tot stand als wij zo spreken met elkaar. Maar ik wou aanhaken op wat je zei. Wat ik zelf zo heel mooi vind is dat... Hey, jullie zijn ook heel transparant over dat je people first, client second. Ik denk dat dat heel duidelijk ook al spreekt. Maar wat daaruit straalt is het enorme vertrouwen in de mens. Eigenlijk zet je het vertrouwen in de mens voorop, voor het organiseren. En dat zijn elementen die wij dus in het netwerk van sociaal ondernemers heel erg terugvinden. Dat er eigenlijk geen sociale onderneming in het Ashoka-netwerk opereert die niet handelt op basis van het vertrouwen in de mens. Ja, oké, dat is hartstikke mooi. En in de ontwikkelingswereld vertaalt zich dat eigenlijk ook heel vaak naar de beneficiënten, noem je dat dan, die worden geholpen of bediend door deze sociale onderneming die iets in het ontwikkelingsland doet bijvoorbeeld, tot het feit dat die communities die worden bediend eigenlijk onderdeel vormen van de samenleving. En dat is helemaal niet klantenbinding. Je wordt één met de community van mensen die je bedient. Maar die worden ook onderdeel van je organisatie. En dat komt omdat je elkaar vertrouwt. Ja, dat is eigenlijk ook holistisch. Hè? Dat is heel holistisch. Ja, daarom. Ja. Ja. We gaan het over jullie boek hebben. Bloed, zweet, maar samen. Vrij naar André Hazes, volgens mij. Zeg ik dat goed? Ja? Ja, want het wordt ook genoemd in het boek. Wouter, onze partner, de derde in Boende, die kwam op een bepaald moment heel spontaan met deze titel op. Wij waren meteen verliefd. Klaar. Ja, maar het zegt ook iets over dit boek. Omdat het boek is met nogal wat zweet tot stand gekomen, heb ik uit betrouwbare bronnen vernomen. Maar daar gaan we het niet over hebben. Maar als je samenwerkt in een onderneming of als ondernemingen samenwerken, dan is dat eigenlijk nooit iets wat heel makkelijk gaat. Hè? Dat is ook een beetje het signaal wat jullie afgeven. En dit boek gaat over ondernemingen die niet alleen winst willen maken, maar ook iets moois met de wereld willen doen. Of misschien primair iets moois met de wereld. Hoe... Allereerst, zijn jullie tot op het idee gekomen om dit boek te schrijven? Misschien Erlijn? Nou ja, het idee, ik denk dat we alle drie, maar laat ik voor mezelf spreken, al lang speelden met het kenbaar willen maken op een bepaalde vorm. Er wordt altijd gesproken over samenwerking en eigenlijk iedereen wil ook dat de wereld beter wordt. Dus dat zijn eigenlijk no-brainers. Maar in de praktijk heb ik de hele tijd gezien dat samenwerken super moeilijk is. En ik denk dat dus daarom voor mij de drang om iets te willen zeggen over hoe dat samenwerken dan gaat, dat dat veel moeizamer gaat. En eigenlijk in het moeizame van samenwerking zit de verandering die je eigenlijk beide voor ogen hebt. Dat leefde bij ons alle drie. Maar ik denk wel vanuit een ander perspectief. Ja, Harry, hoe zie jij dat? Want je komt uit de wetenschap, dus je kijkt er misschien met andere ogen naar? Nou ja, ik zie gewoon, als ik naar de grote problemen van onze wereld kijk, Martijn, dan zie ik uitdagingen die nooit niemand alleen kan oplossen. Dus er is gewoon ook een heel praktisch perspectief hier. Als je iets wilt veranderen aan de grote vraagstukken, of dat nou stikstof is, of CO2, of inclusiviteit, of rechtvaardigheid, het maakt me allemaal niet zo bar veel uit,
Maar dan moet je inderdaad met anderen gaan samenwerken om je schouders eronder te steken. En dat geldt dus zelfs, want in het boek worden ook voorbeelden genoemd van Unilever. Dan denk je, Unilever, groot conglomeraat, die kan alles wel zelf. En wat blijkt uit het boek? Leg dat eens uit, hoe zit dat eigenlijk? Dat zo'n bedrijf dat niet zelf kan. Heel simpel, bij deze grote ondernemingen, daar zie je dus dat ze uiteindelijk, en daar hebben we heel veel voorbeelden van in het verleden gezien, als ze niet innoveren, dan zijn het reuzen op leme voeten. Dan wordt het heel erg lastig voor hun om nog te blijven bestaan. Dus ze hebben voortdurend innovatie nodig. Die innovatie halen ze voor een heel klein deel uit hun eigen organisatie. Daar komt natuurlijk ook een stuk innovatie en vernieuwing uit. Maar voor een belangrijk deel komt die innovatie van buiten. Dus ze zijn voortdurend gespitst op het creëren van, in toenemende mate, niet alleen maar financiële, maar ook maatschappelijke waarden, door samenwerking met start-ups en scale-ups. Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld de vegetarische slager, hè? Ja. Heel bekend in Nederland. Ja. Was heel succesvol als zelfstandig bedrijf en is zeg maar overgenomen door Unilever. Nou, dan hebben we eigenlijk een heel praktisch voorbeeld van samenwerken. Is dit iets wat, want we hebben dan, dat is één voorbeeld, maar als meer in het algemeen, is dat dan iets wat heel makkelijk gaat? Of hoe moet ik me dat voorstellen, zo'n samenwerking? Ja? Nee, ga jij gang. Ja, dat gaat niet makkelijk. Kijk, de koop is vrij simpel. En dat hebben we bij heel veel organisaties gezien. Dat heb je ook bij Ben & Jerry's gezien. Dat heb je bij de Body Shop, die verkocht werd aan L'Oréal, gezien. Dus dat eerste stadium van we verkopen de tent, dat is nog wel heel helder en overzichtelijk. Maar de grote vraag is dan, en hoe vindt die integratie dan plaats? En dan zie je dat heel veel bedrijven uiteindelijk, zeker die grote, die hebben nogal de neiging om dan een sturing van bovenaf te geven aan de processen. En dat betekent dus ook dat wil dit soort samenwerking succesvol zijn, die grote bedrijven heel sterk in het snotje moeten houden, dat ze de cultuur, de waarden, de doelstellingen van deze kleinere start-ups die echt bezig zijn met het creëren van de betere wereld, handhaven en uiteindelijk zelfs bevorderen. Maar kan dat ook? Want ik begon al een beetje te sputteren. Ik zei precies wat in het voorgaande deel is besproken. Hè? Dat je van beneden af wil je dat mensen ideeën aanleveren, holocratisch, zelfsturing. En zo'n een Unilever of een Shell, noem maar op, werken allemaal heel erg van bovenaf. Maar daar zou ik eigenlijk nog wel een perspectief tegenaan willen plakken. Want als je meteen inzoomt op een samenwerking tussen Unilever en vegetarische slager, dan kunnen we daar heel lang over spreken en er zijn heel veel dingen van te leren en er gingen heel veel dingen mis en er gingen ook heel veel dingen goed. Maar ik denk dat het zo belangrijk is en ik noem altijd graag het voorbeeld van het roken. Toen ik geboren werd was het heel normaal dat er, toen ik in de krib lag, dat er om mij heen gerookt werd. Terwijl mijn dochter werd geboren en mensen vroegen niet eens of ze naar buiten moesten om te roken. Nee, die gingen automatisch naar buiten. Nou, dat is eigenlijk een systeem wat helemaal in 50 jaar, zeg maar, omgedraaid is. En er is niet één samenwerking te benoemen die systemische verandering in onze maatschappij gerealiseerd heeft. Er zijn een multitude aan samenwerkingen tussen verschillende bedrijven, met meerdere, tussen lobbyisten, influencers, storytellers, policymakers. Die zijn allemaal door elkaar geïnspireerd en door elkaar uitgedaagd. Hè. En samen is er een systeemwijziging tot stand gekomen. En dat is trouwens niet een proces wat een soort van heel fluffy is. En dat kun je gewoon nadoen. Mm-hmm. Er zijn gewoon recepten voor hoe je eigenlijk een systeemwijziging tot stand kan brengen. En dat kan niet anders dan via samenwerking. En een deel is innovatie. Een deel is elkaar verantwoordelijk houden. Van, hé, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Dat werkt niet. Maar je moet eigenlijk het systemische niveau, en ik denk dat we met z'n allen nu in de positie zitten dat we de urgentie wel doorhebben, dat we daar naartoe moeten. En daarom wordt samenwerking zo belangrijk. Als je die samenwerking aangaat, hè, dus dat kan tussen twee partijen zijn, maar ook tussen heel veel partijen, want jullie onderscheiden enkelvoudige en meervoudige samenwerking. Dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Maar stel even dat we het allebei bij elkaar pakken. Wat zijn dan de zaken waar je heel goed over moet nadenken, wat je goed moet regelen? Wat moet je goed doen als bedrijf? Nou, het begint uiteindelijk, is er een klik. Het begint met de waarden van de organisatie. Uiteindelijk de doelstelling, wat willen we gezamenlijk
bereiken en is dat mogelijk? En vervolgens komen er inderdaad een heel aantal specifieke vragen naar boven. Wie hebben we nodig om onze samenwerking tot een succes te maken? Wel, wat is de motivatie? Want als het daar niet goed op gaat, en dat zien we nog wel eens een keer, dat een start-up bijvoorbeeld, dat die heel sterk intrinsiek gemotiveerd is door de verandering die ze graag willen bewerkstelligen. Andere partijen zitten er soms instrumenteler in. Daar moet je helderheid over hebben. En daar moet je het met elkaar ook heel goed over hebben. Vervolgens, welke vorm giet je de samenleving? Welke activiteiten zijn nodig? Hoe zorg je dat je helderheid hebt over de mate waarin je ook die verandering realiseert? En koppel je dat helder terug? Weet iedereen op welk spoor je zit en hoe ver je inmiddels al bent? Transparantie, kom je dan op uit? Buitengewoon belangrijk, Martijn. Okay. Ja. Maar ja, waar we ook over eens zijn, is dat klinkt als een heel mooi proces. En het wordt eigenlijk nooit zo gedaan en zo gevoerd. Het is echt een heel interactief proces. En het zijn de mensen, hè, op een gegeven moment die klik waar jij het over had, zijn de mensen op een gegeven moment die denken, in deze samenwerking kunnen we het. En dan komt het mobiliseren van andere mensen, je eigen team. En dan kom je in een discussie terecht van, dit is niet het doel en dit wil ik eruit halen. En, dat, en dan ga je weer terug in de tijd. Oh, even weer de neuzen in dezelfde richting. Dus het klinkt mooier dan dat het, hè, de werkelijkheid is chaotischer. Dat klopt, maar het is wel belangrijk dat die eerste initiële aanzet. Laat ik even een concreet voorbeeld geven. De voormalige topman van Danone, Frank Riboud, die zat te lunchen met Mohamed Yunus, de grote leider op het gebied van microfinanciering en jarenlang de chairman van Grameen Foundation. Die zaten op een bepaald moment, Yunus was in Parijs en werd uitgenodigd voor de lunch, die zaten nog geen half uur bij elkaar en ze hadden bedacht dat ze een nieuwe yoghurtfabriek in Bangladesh zouden openen. Nou, die vonk, die deed het hem. Dat was prachtig. En vervolgens, en daar zijn wij het dan alle twee onmiddellijk met elkaar eens, dan begint het pas. Ja. Die vonk die heb je nodig, maar dan komen de paratroopers van beide partijen en die gaan op basis van hun eigen stramien, hun eigen methoden, hun eigen aanpak, ideeën, et cetera. En de mitsen en de maren en alles wat erbij komt. Om je een concreet voorbeeld te geven, Mohamed Yunus en zijn team was er heel erg duidelijk over. Er kan geen winst gemaakt worden. Of beter gezegd, er wordt wel winst gemaakt, maar die wordt geherinvesteerd in de onderneming of in vergelijkbare onderneming met een sociaal doel. Maar er wordt geen winst uitgekeerd vanuit de Danone-fabriek in Bangladesh aan de aandeelhouders. En, nou, dat moet je wel willen. Ja, dat is natuurlijk geweldig sowieso dat het wordt uitgesproken vanaf het begin. En, ja, anders zou er ook geen samenwerking tot stand zijn. Nee, dan was die vonk er ook niet geweest tussen de beide partijen. Maar je kunt je wel voorstellen dat Frank Riboud wel heel even het een en ander had uit te leggen. Want je krijgt binnen zo'n conglomeraat van ondernemingen, wat Danone in feite is, krijg je discussies. De ene tak gaat tegen de ander zeggen, ja, jij bent lekker, want jij geeft mijn geld. Ik moet dus jou uit de brand houden, zodat jij inderdaad leuk hier maatschappelijk je rol kunt spelen. Nou, dan hebben we nog een derde element, wat eigenlijk tot nu toe niet is besproken. Dat zijn de aandeelhouders. Ja. Bij Danone speelt dat bijvoorbeeld een rol, maar bij heel veel andere bedrijven. Die zullen zeggen, daar gaat mijn rendement. Hè? Als jullie geen winst uitkeren. Ja. En hoe ga je daar dan mee om in dit soort samenwerkingen? Nou, er is één prachtig boek waar ik graag naar wil verwijzen. Dat is The Enlightened Capitalist van James O'Toole. Die heel uitdrukkelijk laat zien ook dat op het moment dat bedrijven uiteindelijk die winstdoelstelling lieten prevaleren, nou ja, dan is het met de goede maatschappelijke en milieuvoornemen snel gedaan. Dus als de aandeelhouders, de eigenaren van het bedrijf, wat niet noodzakelijkwijs hetzelfde is, hè, maar als die inderdaad de overhand krijgen en de agenda bepalen voor, nou ja, hun financieel-economisch succes, en als dat het enige is, dan is het snel gedaan met de maatschappelijke vernieuwing. Ja, dus dan is het eigenlijk ook zo dat als je een maatschappelijk, kijk even naar jou, als je een maatschappelijke onderneming wil zijn en je hebt aandeelhouders of eigenaren, dan is het eigenlijk van het allergrootste belang om dit gewoon uit te spreken naar elkaar. Ja, nou, daar zitten twee elementen aan. Ik denk dat binnen de sociale ondernemerswereld het aandeelhouderschap wel een faillissement al heeft gehad. Okay. Dus dat daar wordt veel tijd en energie gestoken om nieuwere
modellen, stewardship modellen, ja, te ontwikkelen. Om te kijken hoe dat anders kan. Dus dat zijn geen traditionele aandeelhouders? Zijn geen traditionele aandeelhouders. Ja, echt omdat er wel al een conclusie is getrokken dat dat model niet werkt als je het doet voor een maatschappelijke reden. Het andere element wat eraan zit, en ik denk dat we daarin licht van mening verschillen, maar dat is ook leuk. Prima. Is dat we kennen in de wereld geen enkele verandering die tot stand is gekomen zonder dat daar één mens was en een groeiende groep mensen die verandering nastreefde en in de praktijk ging doorvoeren. En een bedrijf is slechts een entiteit en een bundeling van mensen, maar die mensen die blijven na die eeuwig. En dus er is een maatschappelijke beweging gaande. En bij Ashoka noemen we dat changemakers. Dat zijn mensen die dus eigenlijk achter een bepaalde een ambitie hebben om een deel van de wereld te veranderen. Of dat groen is, of op gezondheidsvlak, of educatie. Dat kan alle kanten op gaan. En die mensen voegen daad bij het woord. Dus die gaan anders organiseren, anders handelen. Die willen minder, die gaan minder voor het geldelijke gewin, maar voor het maatschappelijke gewin. Die beweging is ook bij bedrijven. En niet noodzakelijkerwijs zal dat bedrijf dan meteen veranderen naar een maatschappelijk relevant bedrijf. En toch zullen de mensen, of die groep mensen in dat bedrijf, daar hun lering uit trekken en wellicht ergens anders doorgaan met diezelfde maatschappelijke verandering doorvoeren. En ik denk dat daar... En waar zit het verschil nu tussen jullie twee? Nou, ik geloof niet meer zo heel erg in het huidige organisatiemodel dat je organisatie en organisatie en organisatie hebt. Ik geloof heel erg in een ecosysteem van bedrijven, een netwerk van bedrijven die elkaar vinden om samen om een verandering teweeg te brengen. Ja. Ben ik benieuwd naar Harry? Ja, nee, dat zie ik ook wel. Alleen ik constateer wel dat er in de huidige wereld nog een ander type bedrijfsleven bestaat. Ah ja, de realiteit versus de gewenste. Ja, en ik constateer wel, want ik zie ook heel veel mensen die verandering nastreven. Die changemakers, die zie ik ook. Ik bedoel, daar zit niet... Ik heb nog één voorbeeld uit het boek, wat ik echt fantastisch vond om te lezen. Het gaat over die Maori's. Dat is echt een prachtig voorbeeld, maar ik denk dat misschien kun jij het beste uitleggen. Want dit zegt natuurlijk heel veel over change, hoe je verandering in de wereld tot stand brengt. Wat gebeurde er daar met de rivier, hè, moet ik zeggen? Ja, het is jouw case. Nee, maar ga je gaan. Nou ja, de Maori, maar we vatten even 20 jaar samen in een paar regels. Die zijn van traditie en cultuur en van oudsher gewend om in balans met de rivier te leven. En hebben dat altijd gedaan. En dan komt er op een gegeven moment urbanisatie en industrialisatie. En die rivier wordt steeds meer en meer vervuild. En ook met de benodigde negatieve impact op hun Maori-gemeenschappen. Nou, 20 jaar fast forward, veel advocacy, lobby, gevechten in rechtszaken en zo, wordt er eigenlijk besloten om de rivier een juridische entiteit te geven, waarin er 2 of 3 aandeelhouders zijn, de Maori-gemeenschap. 2. Ja, de Maori en de staat. En de staat. En die stellen beide een wachter aan, die handelt louter en alleen in het belang van de rivier. Dus de rivier heeft een stem gekregen. De rivier kan zichzelf nu vertegenwoordigen in rechtszaken. Het heeft rechtspersoonlijkheid gekregen en is wat dat betreft een gelijke aan jou, aan Erlijn, aan mij. Het maakt niet uit. Dus we kunnen elkaar inderdaad en onze belangen vertegenwoordigen in rechten. En dat is een hele mooie stap en dat zien we meer, ook in Canada, de VS... Columbia zien we rivieren. Het is een internationale ontwikkeling eigenlijk. Het is een internationale ontwikkeling. In, de Maori hebben dat inderdaad, de Whanganui rivier hebben ze inderdaad toch op de maatschappelijke agenda weten te krijgen. Maar dit betekent eigenlijk, van het verhaal wat je net vertelde van verandering, hè, dat het heel lang nodig heeft soms. Hè. Roken noemde je als voorbeeld. Nou, het heeft ook... Misschien wel 50 jaar geduurd voordat we inzagen dat het toch niet zo goed was om boven het wiegje te roken. Nou ja, dit is eigenlijk ook zo'n voorbeeld. Absoluut. Waarbij ook heel veel organisaties en bedrijven betrokken zijn. En dat komt dan toch weer terug bij het boek, hè, Bloed en ook heel veel zweet. Van dat je dat samen dus moet gaan doen en moet gaan samenwerken. Nou, en wat ik ook heel mooi vind, want daar kwamen we op een gegeven moment toen we de case bespraken ook achter.
Als je dat kan je geïsoleerd zien als een samenwerking met meerdere partijen die dan een positief resultaat heeft opgeleverd. Maar door dat voorbeeld te verspreiden, zagen wij dat er en in Canada en in India dat voorbeeld wordt gevolgd. En ik denk dat daar ook wel de kracht van de samenwerking en het open zijn over wat je bereikt schuilt. Dat dit dan vervolgens navolging heeft in verschillende andere werelddelen en rondom een rivier. En daar zit natuurlijk de systemische wijziging. Zeker, zeker. Ja. Ik wil als afsluiting van dit al hele boeiende gesprek even naar een situatie die minder florisant is, maar eigenlijk de wereld van vandaag. Hè. We zitten te midden van een internationale crisis. De oorlog in Oekraïne, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen, maar nu ook een energiecrisis. Nou, ik hoef er niet al te veel over te zeggen. Maar in het licht van dit boek, hè, van samenwerken, bedrijven die iets goeds willen doen voor de wereld. Misschien even beginnen bij Erlijn. Denk je dat die internationale situatie eigenlijk, hoe zie je dat? Werkt dat positief of negatief op wat jullie wensen in dit boek voor ondernemingen? Ja, nou ja, ik ben wel een optimist, dus ik zou toch wel geneigd zijn om te zeggen positief. Ik ben vooral omdat de urgentie dat wij een maatschappelijke verandering allemaal nu wel ongeveer willen, die is nu door de verschillende crisissen achter elkaar enorm omhoog gegaan. Dus dat de urgentie, maar ook ik vind het eigenaarschap wat jongeren nu voelen van het moet anders en wij willen het anders en wij kunnen er ook, wij mogen er ook iets over zeggen. Dat vind ik allemaal hele positieve ontwikkelingen en ik geloof er dus ook in dat dat gaat lukken, dat die verandering. En dat de crisis een katalysator is, ja, voor juist meer niemand wil veranderen. Meer terug naar hoe het was. Ja. Alhoewel ik nog wel denk dat er een aantal realistische powerhouses, toch wel grote bedrijven zijn die toch de situatie waarin we nu zitten, het liefst houden zoals het nu is, dat die nog niet gebroken is. Dat we er toch nog wel met z'n allen even tegenaan moeten om werkelijk naar een andere wereld toe te groeien. En we weten nog niet precies hoe die eruit ziet. En we houden liever vast aan het bekende dan dat we gaan naar iets nieuws waarvan we nog niet weten hoe dat eruit ziet. Maar ik ben wel positief gestemd. Harry? Ik verplicht mijzelf om positief te zijn. Je kunt heel veel redenen in deze tijd bedenken om cynisch te worden. En dat is de dood in de pot, Martijn. Ik maak graag een onderscheid tussen bedrijven die al een manier van denken rondom samenwerking, rondom ook meer de menselijkheid in gang gezet hebben. Die daar al jaren en soms decennia ervaring mee hebben. Die gaan gewoon door. Die zijn een weg ingeslagen, vormen het goede voorbeeld. En die voorbeelden moeten we ook uitdragen. Het is precies wat Erlijn zegt. Door te laten zien wat er bij de Whanganui-rivier begon, kon dat opgepakt worden in andere regio's, territoria. Hier gaat het exact hetzelfde. Door de goede voorbeelden te laten zien, kun je inderdaad verandering bewerkstelligen. Ook daar waar dat misschien op het eerste oog niet zo voor de hand ligt. Ik moet wel zeggen, en daar kijken we met de crisis natuurlijk wel naar, het wordt moeilijker. Daar, als je wilt ondernemen, ik zei het net al, je hebt financiën nodig. Ja, en de rente is hoog. De rente is hoog en dat maakt het gewoon lastiger. De drempel ligt hoger. En dat ga je ook zien, want daar waar aanvankelijk met een rentestand van rond de nul of zelfs negatief, waren heel veel mensen bereid om in ondernemende activiteiten te investeren, want je kreeg anders volstrekt geen rendement op je geïnvesteerd kapitaal. Daar ga je nu weer een geleidelijke omslag zien. Dat mensen weer teruggaan naar vastrentende waarden en uiteindelijk gaan vragen om een redelijk rendement bij die nieuwe ondernemende activiteiten. En dan komt de drempel gewoon een stuk hoger te liggen. Ja. Maar je vertelde, en dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld om mee af te sluiten. In de coronatijd, dat was eigenlijk de vorige crisis. Een van de casussen in het boek is een bedrijf wat in planten handelt. Ja. En nou, die zaten eventjes in zak en as, volgens mij. Maar wat zei de directeur van dat bedrijf? Nou, het was de eigenaar. De eigenaar die stond zelfs. Op. Ja. En het was een familiebedrijf van meer dan 100 jaar oud. Het was koninklijk. En die zei van, joh,
Als ik heel even terugkijk in de tijd, dan constateer ik dat we de Eerste Wereldoorlog hebben overleefd. We hebben de grote crisis overleefd in de jaren 30. We hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd. We hebben de crisis in de jaren 80 overleefd. De financiële crisis in het begin van deze eeuw, 2008, 2009, hij zei, we gaan het nu ook wel redden. En dat gaf ontzettend veel rust in de tent. Want iedereen wist, hij gaat ervoor om voor ons in ieder geval onze baan zeker te houden. Het enige wat ze wel hebben gedaan, ze hebben natuurlijk wel kritisch gekeken naar de flexcontracten. De mensen die op tijdelijke basis, nou ja, die hebben ze netjes af laten lopen. Maar iedereen die in vaste dienst was, is in vaste dienst gebleven. Sterker nog, ze waren zo gemotiveerd, en dat ging uiteindelijk zo goed, dat ze mensen hebben moeten aantrekken. Ja. En dat is misschien ook de boodschap van deze boeiende talk, dat je eigenlijk uit die crisis, dus crisis als kans kan zien. Ja, dat is het ook, hè? Ja. Crisis betekent ook omslag. Zowel kans als gevaar. Ja. Dus in die zin hartstikke mooi. Erlijn, Harry, heel erg bedankt voor jullie komst naar het hoofdkantoor van Visie. Ik vond het zeer boeiend, ik hoop jullie ook. En nou, tegen de mensen die kijken wil ik zeggen, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken naar Visie Talk. Dank.